helemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Want ik ben in Enschede geweest en daar heb ik dus lekker geshopt samen met mijn ouders. En ja, er was heel erg veel sale, dus ik ga jullie allemaal laten zien wat ik gehaald heb. Nou, ik ben naar de Zara, naar de Primark en naar de Douglas geweest. En ja, ik heb een paar hele leuke dingen die ik heel graag wilde laten zien. Dus laten we maar beginnen bij de Zara. Het is een erg grote tas. Ja, mijn moeder had ook nog wat geshopt namelijk. Maar ik heb twee dingetjes gescoord bij de Zara. Nou, ik ga beginnen met het eerste. Het eerste wat ik heb gescoord bij de Zara is dit jurkje. Hij is zwart met sterretjes. En ja, jullie weten hoeveel ik van sterretjes hou. Deze sterretjes zijn dus blauw, geel, rood en groen. En normaal zijn dat echt niet kleuren die ik draag. Maar ik vind het gewoon zo schattig. En toen ik het zag hangen, mijn ogen vielen meteen op de sterretjes. Dus daarom wilde ik hem heel graag passen. En ja, ik vind het model gewoon heel erg leuk. En hij was dus ook in de korting. Hij was, even kijken. Hij was 40 euro en ik heb hem nu voor 13 euro. Dus flinke korting. Daar hou ik ook van. En eigenlijk is het een soort van bloesjesjurk. Ik vond hem wel een beetje bloot aan de bovenkant. Dus dan ga ik hem even vastzetten dat het niet zo bloot is. En verder zit het hier met knoopjes. En wat ik zo leuk vind. Kijk, hij loopt dus eigenlijk recht naar beneden. Maar aan de onderkant zit hier zo'n stukje waar het uitloopt. Zo'n plooi. En daar hou ik zo erg van. Maar ik laat wel even de aanbeelden zien. Dan snap je precies wat ik bedoel. Het tweede wat ik in een sale bij de Zara heb gekocht is iets heel erg gaafs. Nou ja, het heeft dus heel veel glitters en kleuren. Maar dit lijkt me dus heel erg leuk om een keer, nou als ik ergens naartoe ga naar een event, om dit aan te doen. Namelijk dit rokje. Ik vind hem zo gaaf. Toen ik hem zag, mijn ogen vielen er meteen op. Ja, het is wel echt opvallend. Maar ja, daar hou ik natuurlijk ook van. En deze was 30 euro, maar ik heb hem nu voor 10 euro. Dus ook een top deal. En ja, hier laat ik hem ook even van zien hoe die staat en waar ik hem mee zou combineren. Dat was de Zara alweer. Nu heb ik de Primark. Heel voorzichtig, want aan de achterkant is de tas al een beetje kapot. Maar dit is hem dus. Ik zet hem snel weer neer voordat hij verder gaat scheuren. Nou, bij de Primark had je al heel veel zomerkleding. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Want we zitten nog volop in de winter en het is nog hartstikke koud buiten. Maar ja, ik ben gewoon dol op zomerkleding. En ik zag gewoon zo'n leuk jurkje. Dus die kon ik niet laten hangen. En dus ja, ik had hem gewoon even gepast en ik vond hem echt geweldig. Nou ja, heb ik het geluk dat ik in februari weer naar Orlando ga. Dus dan kan ik hem meteen aandoen. Dus nog even een maandje wachten. Maar dit is hem dus. Oh, ik vind hem zo cute. Het is dus een off-the-shoulder jurkje. En hij heeft hele leuke mouwen. Oh, ik ben echt zo verliefd op het jurkje. Hij heeft dus zulke mouwen. En wat ik zo leuk vind is dat dit erop geborduurd is. En dat het zo'n flared mouw heeft. Ja, dat zie je nu de laatste tijd heel erg veel. En ik ben echt dol op die trend. Dus dat. En ja, verder is het dus een jurkje. En er zitten hier allemaal knoopjes. En aan de bovenkant zit ook zo'n ruffle-achtig iets. Dus perfect voor als we volgende maand weer naar Orlando toe gaan. Feels like I'm drifting, oh I'm drifting. Coming apart, I don't remember a thing. Oh, I'm turning and I'm twisting. All of my thoughts flying around in the wind. And I'm losing sight. Deze was, even kijken, niet in de korting, maar hij was 17 euro. Trouwens, dit had ik in een maat 34, maar het andere jurkje die ik jullie nu ga laten zien, heb ik in een maat 38. En dat zijn dus twee maten verschillend, maar dat verschilt blijkbaar heel erg per jurkje. Maar ik laat wel even de volgende zien. Dit is het volgende jurkje. Nou, het is dus een soort van sweater.
een grijze kleur en hij is super zacht. Maar wat er zo leuk aan is, het is dus een overgooiertje. En daar kan je dus een blouseje of een t-shirt onder doen. Nou, zelf weet ik al precies wat ik eronder wil. Het witte blouseje met flared mouwen. En hij heeft zakken, dus dat is ook een pluspunt. En ja, hij is gewoon zo leuk. En hij is maar 13 euro. En deze heb ik dus 2 maten groter dan het jurkje die ik net liet zien. Maar ja, dat verschilt dus blijkbaar heel erg bij de Primark. Maar aan de andere kant, ik vind het fijn. Ik doe liever deze overgooiers wat groter dan dat die te klein is. Want je doet er natuurlijk ook nog wat onder. En je wil ook niet dat die te kort is. Dus daarom heb ik hier een maat groter. Nou, toen kwam ik met mijn moeder bij het schoenengedeelte. Nou, we werden helemaal gek. Er waren namelijk allemaal schoenen voor 3 euro. Dus ik laat de eerste paar laarsjes zien die ik voor 3 euro heb. Namelijk deze. Ik hou heel erg van sterretjes, wat ik dus al bijna elke video vertel. Maar hier heb je dus schoenen met sterren en pailletjes. En hoe leuk is dit voor een feestje? En voor 3 euro kan je dit gewoon niet laten liggen. Zo leuk. Dan heb ik een paar hakken. En deze kosten ook serieus maar 3 euro. En wat hier zo fijn aan is, hij heeft een klein hakje. En ja, hoe leuk met de studs. Maar dit is bijvoorbeeld ook leuk voor een feestje. Of als ik mijn flared broek aandoe, dan is het altijd leuk om dit eronder te dragen. Al helemaal omdat dit een punt heeft. En dat vind ik er altijd wel mooi onderuit komen. Dus ja, dit zijn echt hele leuke hakken. En ik kan niet wachten om ze aan te gaan doen. En ik kan het nog steeds niet geloven dat ze maar 3 euro kosten. Nou, de laatste tijd draag ik dus heel erg vaak baretjes. Dat kunnen jullie wel op mijn Instagram zien, denk ik. Ik vind het zo leuk en schattig. En bij de Primark zag ik deze voor 5 euro. En hij is zo mooi, want hij is niet heel groot. Ja, nu lijkt hij wel groot. Maar op je hoofd is hij dus niet groot. En hij valt mooi. En ik vind het kleurtje gewoon leuk. Want dit past gewoon serieus overal bij. Dit kan bij elke kleur. Het kan hierbij. Ja, het kan gewoon overal bij. En dat is zo leuk hieraan. Nou, het is een beetje grijs. Er zit grijs in, wit in, roze in. Een beetje gemengd door elkaar. En hij was 5 euro. Dan heb ik 2 paar slippertjes. Deze waren niet in de korting. Maar ja, voor Primark is het ook nog best wel goedkoop voor slippertjes. Maar hoe schattig zijn deze sandaaltjes? Ik laat eerst deze even zien. Deze zijn dus zwart met een goud randje. Deze waren 7 euro. En dan deze een beetje champagne kleur. Zo noem ik het maar. En ook met een goud randje. Precies hetzelfde eigenlijk. Maar dan hier met allemaal gouden glitters. Dus nou, eigenlijk meer een zandkleur met gouden glitters. Zo kan ik het noemen. En deze waren dus ook 7 euro. Nou, dat heb ik allemaal bij de Primark geshopt. En als laatste ben ik nog even bij de Douglas geweest. Nou, ik heb nog een best wel groot tasje voor hetgene wat ik heb gehaald. Maar ik had dus een nieuwe lipstick nodig van MAC. Omdat die alweer op was. Dus ik heb Modesty weer bijgehaald. Dit is echt de 4e keer of zo, 5e keer misschien al, dat ik deze lipstick haal. Ik heb zoveel verschillende lipsticks geprobeerd. En elke keer was het net niet. En bij deze lipstick van MAC, ik weet het niet. Maar deze draag ik elke dag. Ik vind hem zo mooi. Het is echt de beste kleur ever. Namelijk Modesty. Nou, mijn moeder had een bon dat ik 5 euro korting kreeg. Want ze heeft zo'n klantenpas bij Douglas en dan krijg je dus korting. Ik kreeg ook nog eens 5 euro korting op de MAC lipstick. Maar ik laat nog even de kleur zien. Een nude kleur. Maar zo mooi en hij glanst mooi. Ja, ik weet het niet, maar elke keer blijf ik toch maar deze lipstick pakken. En de vorige was gewoon helemaal op. En
ik had de bodem gewoon geraakt van de lipstick. Dus het was echt weer tijd voor nieuwe, want ik kon gewoon niet meer de lipstick gebruiken. Hij was dus €19,50 en ik heb er nu dus €14,50 voor betaald. Nou, dit zijn dus alle sale dingen die ik heb geshopt in Enschede. Ik had echt een hele leuke dag in Enschede. En nou, vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.